Stijn. Ik ben Skiel. En wij gaan vandaag Crack niet vieren. Nou, ik ben Greg Geurtsen. Ik ben veteraan, hè, want daarvoor interviewen jullie mij. Een veteraan word je als je uitgezonden bent geweest namens het Nederlandse leger overzee, zoals ze dat noemen. Nou, ik heb een half jaar in Zuid-Libanon gediend. En heb daardoor de status zogenaamd jong veteraan. En ik heb natuurlijk niet in de Tweede Wereldoorlog gevochten, dat ben ik nog te jong. Ik woon in Nieuwegein. En ik zit in het 4 en 5 mei comité. En ik mag jaarlijks hier de parade van de oud-militairen leiden om hier het 2 minuten stilte te houden voor de gevallenen. Wat is het spannendste wat je hebt meegemaakt? Het spannendste wat ik heb meegemaakt? Nou ja, dat is zeker in mijn uitzendperiode geweest, waarbij bij een nachtelijke patrouille, waar ik bij aanwezig was, in één keer op een grote groep milities stuiten die door onze buffer wilden breken om naar de andere kant te gaan om daar mensen te beschieten. En dan sta je midden in het donker, zonder licht, midden in een heuvellandschap dat je niet kent, tegenover een grote groep militairen. En dat was op dat moment wel heel angstig. Maar daarvoor ben je getraind. Je weet dus ook exact wat je moet doen en wat je zeker niet moet doen. Onze middelen waren in die tijd zo goed dat we beter bewapend waren en beter met nachtversterkers konden omgaan. Zodat we die gasten heel snel in het snotje hadden. En ze konden terugdringen op eigen gebied. Was het daar in dat kamp voor comfortabel of niet? Vertel daar eens over. Was het in het kamp comfortabel? Nou, wij zaten in het plaatsje Yatar in Zuid-Libanon. En dat ligt vlak bij de Israëlische grens, ongeveer 18 kilometer uit de kust. En was het daar comfortabel? Je moet je voorstellen dat daar stonden houten barakken. In de kamer waarin ik sliep, sliepen we met z'n achten. Maar bijvoorbeeld een toilet moet je je voorstellen als 2 buizen met een deurtje erin. En dan ging je zitten en er was een gat gegraven. En daar plaste je en poepte je in. Dus niet doortrekken of nee. Gewoon een gat in de grond. Dus comfortabel? Nee, dat was niet comfortabel. Denk je er eigenlijk nog eens naar terug van die tijden van dat je nare tijden had en dat je eigenlijk ook tijden had die je best wel fijn waren daar zo? Oké. Ja, dat is een gevoelig onderwerp in militair, hè? Want je maakt dingen mee als militair, of je kunt dingen meemaken die een onuitwisbare indruk maken op je geest. Er zijn heel veel militairen die last hebben van PTSS, posttraumatische stressstoornis. En dat betekent dat zij in feite de beelden die ze in de hoofd hebben, die ze hebben gezien in een oorlogssituatie, dat ze daar ergens mee in de knoei raken. Heb ik daar last van? Ik denk van niet. Ik denk met plezier terug aan mijn uitzending. Die is inmiddels al heel lang geleden, maar je moet je voorstellen, ik heb nu nog steeds contact met de mensen met wie ik in de jaren 80 heb gediend. En dat is weer het leuke van Facebook of allerlei andere social media. Ik spreek die mensen nog bijna iedere week. Wat heeft eigenlijk jouw werk wat je daar zo hebt gedaan te maken met, met de vrijheid maken? Wat heeft het... Oké, okay. Ja. Nou ja, eigenlijk moet je heel blij zijn dat we in Nederland wonen en niet in, bijvoorbeeld nu in Syrië, met heel veel vluchtelingen en dergelijke. Ik denk dat het leger er is om ervoor te zorgen dat wij hier in vrijheid kunnen leven.